Heel veel beekjes die vallen droog en één keer droog valt eigenlijk en alles in de beek is gewoon dood. Dus je wilt een bepaalde afvoer hebben om te zorgen dat er gewoon leven in die beek blijft. Met een veranderd klimaat is het ook gewoon belangrijk dat het water langer vastgehouden wordt. Want we merken nu allemaal de droogte al eigenlijk weer. Het is nu alweer overal keurig droog. Dus daarom is het ook belangrijk dat niet al het water meteen afgevoerd wordt. Maar ook het langer vasthouden, dat het grondwater weer omhoog komt. En dat dus iedereen daar ook iets aan heeft. Dat de natuur weer kan groeien. En ook de boeren, dat die ook minder snel hoeven te beregenen en te besproeien. Dat is gewoon noodzakelijk om doelstellingen te halen, zoals van de kaderrichtlijn water. Ben je daar ook gewoon toe verplicht om daarvoor je best te doen. Vroeger bij beekherstel was het al heel snel, we zien een beekje en wat we moeten doen is zorgen voor meer variatie in stroming en dergelijke. Dus we gingen al heel snel over van oké, hoe lag dat beekje er vroeger bij? En dan gingen we kijken van hoeveel meanders had hij, hoeveel kronkeltjes en dat gingen we dan namaken. Maar hij bleef nog steeds in een landbouwgebied liggen, dus er was nog steeds een aanvoer van nutriënten en piekafvoer in de beek zelf. Dus ja, die bepaalde doelstellingen die haalden we daar niet meer, daar zijn we ondertussen wel achter gekomen. Dus we moesten eigenlijk nog een stap verder en ook gaan kijken zo van nou, wat doen we nou verkeerd. Toen hebben we eigenlijk bedacht van we moeten hier meer gaan doen. We moeten zorgen dat het water weer zijn gang kan gaan, dat het water langer vastgehouden wordt. Dat de landbouwafvoer van nutriënten en dergelijke niet meer rechtstreeks in de beek stromen. We hebben ook vooral gekeken van hoe werkt het systeem vroeger? Hoe breed moet zo'n beekdal dan zijn? We hebben op basis van allerlei geomorfologische kaarten en bodemkaarten gekeken welke ruimte de beek vroeger nodig had om goed te functioneren. En dat willen we eigenlijk weer een beetje weer, die hele systeemwerking weer terugbrengen. Hier zie je dus de Loorbeek en je kunt de Loorbeek heel duidelijk zien, die ligt hier in een beekdallandschap. En dat systeem proberen we dan weer te herstellen. En we maken daar ook een begrenzing van, dat zie je hier. En dan zie je eigenlijk al op sommige plekken is die heel breed en op sommige plekken is die heel smal. En dat zie je eigenlijk ook terugkomen in die geomorfologie. Hoe breder die is, hoe meer ruimte het water nodig heeft om te inunderen. Dus deze ruimte heeft die beek vroeger helemaal gebruikt om daar het water kwijt te kunnen. Dus om daar het te overlopen, zeg maar. En die gebruiken we om te kijken hoe het systeem werkt en welke maatregelen we moeten nemen om het systeem weer werken te maken. Dus welke herinrichtingsmaatregelen we daarvoor moeten gebruiken. Het ideale plaatje is eigenlijk dat we weer meer naar die beekdalontwikkelingen willen. En daar heb je eigenlijk een vijftal zones hebben we daar. Moeten daarvoor in een beek aanwezig zijn, hebben we dan boszone en een bossagezone. En die zorgen dus voor beschaduwing op de beek, maar ook voor voedsel inbrengen. Want het hout is natuurlijk ook voedsel voor de beekorganismen, om dat weer in de beek te brengen. En daarnaast heb je een bufferzone en dat is eigenlijk de grens tussen de beek zelf en de beekflank. En die moeten stoffen zien te filteren, een buffer eigenlijk voor de beek. Dus dan moet dan ook de afspoeling vanuit de landbouw moet daar gezuiverd worden, zodat het niet rechtstreeks meer in de beek stroomt. Het water moet er vastgehouden worden, ook omdat er meer organisch stof zeg maar, hier ook dan weer in een beekdal komt. Omdat er allerlei bomen en bossages, die komen weer takken en bladeren en dergelijke in het beekdal. En dat zorgt weer voor meer organisch stof. En dat organisch stof dat zorgt weer meer voor langer het water vast te houden. En daarnaast die bufferzone komt een beekflank. En die beekflank dat is meer voor het intensieve gebruikte land. Dus dan heb je vormen van landbouw voor stedelijke gebieden. Ook. Dus dat is eigenlijk een beetje het completere plaatje hoe wij dat voor ogen hebben. Ah, dat is een hele puzzel. En die moet je door middel van een gebiedsproces bij elke beek moet je die puzzel zien op te lossen. Ja, dat is uiteindelijk het doel, zeg maar, hè, om een beek te herinrichten en het hele systeem weer te laten functioneren. En dat iedereen in het gebied er blij mee is, ook vanuit de recreatie, mensen die hier langslopen en die fietsen. En ja, als daar iedereen tevreden mee is, is dat natuurlijk hartstikke mooi. En de biodiversiteit daar weer enorm op vooruit gaat, ja, dan ben je wel blij als het allemaal lukt.